Hallo, ik ben Rob, pooier, wapenhandelaar, drugsdealer. Motoclubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motoclub van ons land. Ben jij voorstander van vrouwen bij een motoclub? Nee, ik niet. Nee. Ik vind ook niet dat in Ajax 1 of Feyenoord 1 een vrouw moet voetballen, vind ik ook niet. Toch hebben ze vrouwenteams ook. Ja, maar dat is niet Ajax 1. Dat is een vrouwenteam. Ik denk ook niet dat ik bij de naaivereniging thuis hoor, bij de breiklub. Ja. En jij bent ook blij, denk ik, als je s'avonds even weg kan. Dat je twee keer in de week een uitje hebt met je vrienden en dat je een biertje drinkt. Ja, ik denk dat iedere man dat leuk vindt. Hoe zit het met homo's bij een motoclub? Ja. Ja? Ja. Maar hoe zit het daarmee? Kan je als homo lid worden bij van No Surrender? Welke motorclub? Of bij geen enkele motorclub? Ik zou niet weten. Het is meer een... Hou erover op. Past toch niet in onze cultuur. Luister, laat ze lekker... Laat Gordon en Gerard lekker doen wat ze willen doen. En volgens mij dat niet meer lastig. Ja, het mogen duidelijk zijn. No Surrender is een mannending. Voor vrouwen en homo's is geen plaats. Dat blijkt ook wel wanneer wij 's ochtends in alle vroegte in Breda verzamelen voor de allereerste World Run. Een motortocht dwars door Nederland ter gelegenheid van het 4-jarig bestaan van de club. En ondanks het vroege tijdstip en het druilerige weer is de opkomst boven verwachting. Oh, mooi groepje toch? Heb je je cameraploegje bij? Ja, dat moet je maar. Ja, luister, wil jij dit niet op televisie hebben? Kijk. Wil jij niet laten zien hoe mooi een club dat is? Tuurlijk. Ja, toch? Woe! Ga jij nou niet aan zonder? Hoi. Mijn kans, hoi. Een vraagje. Het is niet fijn om nat te worden. Nee. Maar om je een beetje ruimte maken, dat de mensen ook normaal kunnen tanken. Ja, wegrijden. Nee. Jo, maar een beetje ruimte hebben we in de motor. Kom. Nee, mooi. Ja, dank je. Zijn we al een beetje compleet? Nee, man. Nee. Nee, er komt nog veel meer dan. Ja? Natuurlijk. Bij andere grote motorclubs begonnen met 1 of 2 chapters. En we doen niet slecht, geloof me. Nee. Ja, super tevreden. Hoeveel mensen verwachten we ongeveer vandaag? Op de motor? Ja. Geen flauw idee, ik denk 250 man. Hebben we nog rare dingen gezien? Dingen die we. Ja, ik heb wel van die witte auto met van die oranje strepen. Heel aparte mensen. Nee, ik ga ervan uit dat we nog wel verrast worden. Hey mannen, na alle ellende van deze week, wat natuurlijk weer in de pers gezegd is, geschreven is, op televisie wordt verklaard of wat dan ook. Laten we vandaag voor het eerst zien onze eerste World Run. Ondanks dat ik mijn roze papiertje niet heb. Dat is het enige kut aan deze dag. Voor de rest wordt het denk ik een fantastische dag voor ons als club. En vanavond hebben we een geweldig feest, ja? No Surrender Forever! En trap aan dat ding. Kom op. Ja, opstellen. Hoe ga jij nu jezelf vervoeren? In de auto, dat er ook even. Ja. Het kinderachtige spel van justitie werkt me niet aan mee. Maar doet dat geen pijn dat je weer niet op de motor kan stappen? Tuurlijk rijd ik liever voorop, ben ik eerlijk in. Maar ja, weet je, het is. Sommige dingen moet je in leven, moet je laten zien dat je man bent. En hij zegt, luister, ik ga niet meewerken aan die idioot. Terwijl Henk wegens een in beslag genomen rijbewijs dus in de auto plaatsneemt, zet de stoet zich in beweging. Met voorop de Nationals, zeg maar de leiders van No Surrender, gevolgd door de presidenten en de overige leden. Eerste stop is Amsterdam, waarna via Zwolle en Emmen koers wordt gezet naar de eindbestemming in het Duitse Meppen. Hoe gaat het tot nu toe? Perfect, man. De weergoden zijn ons beter gezind als Sean van Heuvel. Je hebt nog even contact gehad met de politie onderweg? Ja, er was iemand die deed moeilijk onderweg en die schreef een kenteken van een van de jongens van ons op. Die wou niet aan de kant of zo, wat dan ook, maar... Nee, maar het was meer over waarom jullie niet hadden aangemeld, geloof ik. Lijkt me logisch natuurlijk. Je hebt rijbewijs, je hebt motor, je bent verzekerd. Ik neem aan dat elke burger die op de weg rijdt, die hoeft zich niet aan te melden, denk ik. Hoe zijn de reacties onderweg? Van de mensen? Ja. Veel gezwaai, een duimpje, top. Maar dit is niet zwaai, broer, hè?
Ja, op dit. Ik weet niet wat dat betekent, op dit. Ondanks dat de tocht bewust niet is aangemeld bij de politie, wordt de pontenstoet aan motoren geen stroopreed in de weg gelegd. Ook de grens met Duitsland wordt zonder problemen overgestoken, waarna al snel de eindbestemming in het Duitse Meppen wordt bereikt. Jullie hebben het bij de motorclubs in zijn algemeenheid, het is niet No Surrender, dat zijn ook de andere clubs, hebben jullie het altijd over broederschap. Jullie spreken elkaar zelfs aan met broeder. Kan je omschrijven die band wat dat is? Ja, die band moet gesmeed worden in de tijd dat je prospect hanger al bent, prospect moet het gesmeed worden en dan pas kun je dat ook echt doen. En je moet elkaar lang kennen, dan is dat echt, voelt eraan als familie. Soms nog meer dan familie, ja. Want sommigen zeggen het is hechter dan menig familieband. Sowieso. Dat ja. Gaat heel, dus, bijna niet te vergelijken. En als je nou moet kiezen, zeg maar je familie of de club? De club. Ja. Ik allebei. Ja. Wat vindt de thuisfront eigenlijk van? Ja, thuisfront moet ook niet echt zeuren. Nee, moet je eruit knippen, hè? Want anders krijg ik klappen. Vader en zoon, dat zie je niet zoveel. Nee, hè? Wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Die pet je wel. Je wordt er verlegen van, of niet? Nee, hij is undercover. Hoe zit dat precies? Zat jij er eerst bij en heb je je zoon erbij gehaald? Of zijn jullie er samen bijgekomen? Nou, wij zijn met een vriendengroep van Utrecht, de jongens, de hooligans. En dat waren met 24 personen. Zijn wij bij elkaar gekomen. Nou, er was dan ook een zoon bij, ik erbij. Nog een paar andere jongens erbij. Dus zo hebben we de wisseling. En wij zijn vanaf de eerste dag bij No Surrender. Wat betekent die club voor jullie? Voor mij? Hier staat het. Dat betekent het. Ja. Dat is mijn tattoo. Ja. Dus loyaal, hè? Ja. De club is naast mijn gezin alles. Hoe belangrijk is Captain Henk? Toen mijn vader overleden is, wie vakt mij op? Onze club, Henk. Hij knokt voor ons. Er zijn er zelfs die gaan zover die zeggen, voor Henk zou ik een kogel opvangen. Ja, doe ik ook. Dat is een vader van ons allemaal. Dat denk ik dat wel gewoon voor iedereen wel... Een goede voorbeeld. Ja. Je leert heel veel van. Ja, alles erop en eraan, ja. Ik hou van Henk. Hij is mijn broeder. Hij is mijn broer. Alleen door die kutregering van kut Nederland. En Rutte. Ik zweer het je. Je stikt die vinger in je reet, jongen. Hij wat te doen vanavond. Je weet hoe ze zijn. Kijk, in de oorlog. Welk land had de meeste Joden uitgedaan? Nederland, met de NSB'ers. Wij zijn gewoon verraaiers. Zo steken we altijd in elkaar. Zo zijn we altijd geweest en zo zullen we altijd blijven. Ik zet mijn hakken dwars. Ik ga steeds dwarser in het zand staan. En ik laat steeds meer zien dat ik... Het is mijn recht. Ik mag lid zijn van een club. Ik mag dit jasje dragen. Ik ben er trots op dat ik het draag. En ik word er steeds trotser op naarmate ik meer gepest word en meer dwarsgezeten word. Wat raar eigenlijk is, als wij slechter in nieuws zijn, groeien wij. Dus wat dat betreft denk ik, ga zo door. Laat ze zo doorgaan, want wij worden alleen maar groter, niet kleiner. Vorig jaar ben ik op vakantie geweest, we hebben een week in Turkije gezeten. We hebben een week met mensen opgetrokken. De laatste dag kwam ik erachter dat hij politieagent was. En dan kwam hij erachter dat ik bij de motorclub zat. Als je dat van jou nooit verwacht, ik zei ik van jou ook niet dat hij politieagent was. Dus we hebben de hele week bij elkaar echt gelachen en gedaan. Ja, vrouw heeft de hele familie verlaten. Of moeten verlaten omdat haar broer bij de marechaussee zit. Haar broer heeft mij nog nooit gezien. Ze is nou bevallen van mijn dochter. Ze zijn nog niet eens wezen kijken. Ze hebben nog geen kaartje gestuurd. Meisjes zijn helemaal kapot ervan. Ik kom in de winkel binnen en daar zit een man op een stoel. En ik kom aanlopen met mijn vrouw. En die man zegt, oeh, daar heb je weer zo'n gevaarlijke motorclublid. Gevaarlijk motorclublid? Hoezo? Nou, u bent toch van No Surrender? Ik zeg, wacht even. Doe mijn jasje uit. Geef mijn jasje aan mijn vrouw. En geef de man een hand. Ik zeg, hallo, ik ben Rob. Ik ben vader van 4 kinderen. Opa van 5 kleinkinderen. Ik schrijf gedichten. Ik schrijf verhalen. Ik ben filmeditor. En ik ben fotograaf. Moment. Pak mijn jasje. Doe mijn jasje aan. Ik zeg, hallo, ik ben Rob, Pooier, wapenhandelaar, drugsdealer. Begrijp je de punt? Volgende week in Captain Henk slaat de stemming op de World Run plotseling om... en wordt een van de leiders van de club met harde hand de club uitgezet. Ik heb een nieuwtje voor vandaag. En Pit, je gaat er met bestelling uit. Achter mijn rug om praten, jongen, even aan. Nee, moet niet. Nee, moet niet. Ja? Doei. Hey. Hey, rust. Hey. I'm a motorcycle man.